Hoi, welkom bij weer een weekvlog. Welkom bij deze woensdagmiddag. I'm sweaty. I'm sorry. It is what it is. Het is echt al mega lang geleden dat ik een weekvlog heb gemaakt. En het is niet dat ik het niet heb geprobeerd. Ik denk dat ik 4 keer ben begonnen met weer een nieuwe weekvlog maken. En dat ik iedere keer dan 2 dagen achter elkaar een klein stukje film. En dan 3 dagen niet. En dan nog denk. Ups. Never mind, I guess. Dus het is vandaag 24 maart. En ik ga het gewoon weer proberen. Maar ik dacht, ik zal eventjes gaan zitten. En vertellen wat er in de tussentijd allemaal is gebeurd. En waarom ik zo lang niet gevlogd heb. En waarom ik het mis en alles. Maar begin bij het begin. Ik ben begin februari begonnen bij de GGD op de vaccinatiestraat. En dat betekent dat ik wat meer ben gaan werken. En met wat meer bedoel ik 3 tot 4 dagen in de week meer. Dus dat is best wel even druk. Dus je moet schakelen. Wat op zich niet erg is. Waar het niet dat ik sowieso al moeite heb met schakelen. Omdat je zit ondertussen wel in de flow van de lockdown. Er is geen zwemles, er is geen gym, er is geen... überhaupt iets te doen. Na school of na werk. En dat komt langzaamaan weer terug. So I'm struggling a little bit. Dus goed. Daar ben ik dus in februari heel erg druk mee bezig geweest. Ondertussen heb ik ook allebei de vaccinaties gehad zelfs. Daar ben ik ook super blij mee. Tussen de eerste en de tweede vaccinatie heb ik wel corona gehad. Super fijn. Is een lastig, ingewikkeld verhaal. Waar het op neerkwam is dat ik voor mijn eerste vaccinatie in de thuiszorg ben blootgesteld aan mensen die positief zijn getest. Heb ik mijn eerste vaccinatie gehad. Omdat ik toen nog niet wist dat ze positief waren. 'S Avonds heb ik mijn vaccinatie gehad. Daarna heb ik koorts gekregen. En toen heb ik de dag daarna negatief getest. En eigenlijk had ik de dag daarna pas moeten testen om te weten of ik corona besmet was geweest of geraakt ben. Door de cliënten die positief getest waren. Er zit natuurlijk altijd 5 dagen tussen. Maar na die vaccinatie heb ik dus koorts gekregen, negatief getest. Maar de symptomen bleven een beetje aanhouden zoals een beetje hoesten, een middagje niezen. En vooral heel erg moe. Dus, niks mee gedaan, want ik had negatief getest. En 3 weken later moest ik voor de 2e vaccinatie. En ik ben echt nog maar net terug van de vaccinatie. Ondertussen ook gewoon bij de GGD aan het werk. En ik word gebeld door een andere werkgever dat ze een nulmeting willen doen voordat ik 's avonds ga werken. Met een nulmeting wilden ze dus gewoon kijken hoeveel mensen nog in hun medewerkers en cliënten uiteindelijk alsnog besmet zijn. Kijk op 0. Van waar kunnen we verder gaan? Hoe gaan we dit verder aanpakken? Zo moet ik het uitleggen. En toen ben ik om 2:30 nog gaan testen. En ik moest om 4:30 werken tot 9:30. Maar er was geen probleem als ik dan de uitslag nog niet had. En ik kom om 9:30 thuis en ik kijk in mijn mail en ik ben positief getest. Uiteindelijk heb ik dus 3 hele dagen in isolatie gezeten. En toen belden ze van de GGD van joh, we hebben het overleg met de arts. Maar we denken dat jij al eerder corona hebt gehad, dus al 2-3 weken geleden. Omdat je toen symptomen had en toen in aanraking bent geweest met iemand die positief getest heeft. En de afgelopen week niet. Plus dat je eigenlijk net weer een beetje opgeknapt bent. Dus u mag van ons weer uit isolatie, uit quarantaine. Bladibadibla. Ondertussen waren de kinderen wel getest, negatief. Pascal was negatief. Mijn ex-man, mijn schoonzus, mijn schoonvader, iedereen was negatief. Dus het speelde zich allemaal af in de voorjaarsvakantie, dus 16, 17 februari. Dus zoals je hoort is het gewoon best wel even druk geweest. Zowel Logan als ik zijn nog steeds bij de logopedist. Brooke die is nu ook gestart met logopedie. Daarvoor had je natuurlijk ook wat tandartsafspraken tussendoor. En ze is nog een keer langs de dokter geweest. Omdat ze steeds klaagde over buikpijn en nu eet ze dus lactosevrij. Ik ben gewoon bezig geweest. Dat gezegd hebben, dan gaan we deze week gewoon weer helemaal vrolijk en leuk verder met vloggen. Vandaag is het alweer anders dan wat ik zou willen. Normaal gesproken gaat Logan vanavond zwemmen, maar zodra de kappers open gingen en ik belde, was dit de enige mogelijkheid om hem vanavond te laten knippen. Dus ik heb ze al gelijk allebei opgegeven, zowel Logan als Brooke, om te knippen. En dan zwemt hij morgen. Aankomende zaterdag is ook Brooke jarig. En dan kunnen we niet echt een feestje doen, maar we gaan het natuurlijk wel gezellig maken. En ik geloof dat mijn moeder en stiefvader komen, dus dat wordt ook helemaal leuk. Dus daar moet ik ook veel voor doen. Want ze moet natuurlijk ook het sorteren op school. En er komt volgende week een kinderfeestje. En haar nichtje, is de dochter van mijn stiefzus. Hoewel onze ouders ondertussen gescheiden zijn.
Die is dus morgen jarig, dus heeft morgen ook een kinderfeestje. Ze moesten ook cadeautjes voorkomen. Omdat Burk dan zelf op zaterdag jarig is en we geen feestje kunnen doen, heb ik allemaal leuke dingetjes bedacht om wel een beetje de feeststemming erin te houden. En dan kunnen we zondag de boel opruimen en dan maandag, dat is voor de volgende week, dan heb ik leuk nieuws. Maandag ga ik een puppy ophalen. Want wat doe je als je moeite hebt om je hoofd boven water te houden? Exactly, dan neem je er nog meer verantwoording bij. Doe ik altijd. I love my life. Nou ja, zoals de meeste van jullie wel weten, ben ik al best wel lang bezig dat ik vind dat Boris nog een vriendje of vriendinnetje moet krijgen. Gewoon dat het gezellig voor hem is. Ik heb zelf het idee dat als die tweede hond eenmaal opgevoed is, dat je die er gewoon bij doet. Weet je, want op een gegeven moment draait dat wel. Natuurlijk, die eerste paar weken zullen best heftig zijn. En we hebben lang moeten zoeken, want met de lockdown en thuiswerken willen heel veel mensen een hond en een puppy. Dus de prijzen rijzen echt de pan uit. Maar we hebben een nestje gevonden waar we een teefje uit hebben gezocht. Dat niet gelijk de hoofdprijs vroeg. En wel voordeed aan de voorwaarden. Dus dat is zoals hoe ze gesocialiseerd werden, hoe ermee om werd gegaan, blablabla. Anywho, dus daar moest ik ook allerlei dingen voor regelen. Die haal ik maandag op. Waarschijnlijk doe ik dat alleen. Want Pascal is dus bezig op het land waarschijnlijk. Als het niet te hard gaat regenen. Als het wel gaat regenen van het weekend, dan kan ik dan mee. Maar goed, daar moet ik dus ook nog morgen of overmorgen voor naar de Groenrijk. Want ik moet nog een aantal dingetjes halen. En ik moet nog de spullen halen voor Brukter kinderfeestje plus voor de tractaties. Dus het wordt gewoon een overvolle vlog. Dus ik denk dat het hartstikke goed is dat ik weer deze week ga filmen. Lijkt me altijd hartstikke leuk. Ik vind het altijd heel erg leuk om het allemaal bij elkaar te editen. En dan vooral omdat ik weet dat ik het gewoon later terug kan kijken. Vind ik fijn. Dus dat is de quick update. Helemaal niet quick, want we zijn bijna 10 minuten verder. Van hoe het er allemaal voor staat nu en wat we allemaal gaan doen. Ik ga zo om de kindertjes en dan rijden we gelijk door naar de stad om ze te laten knippen. En dan gaan we lekker hamburgers eten. Ik heb nou al honger. Dat komt misschien omdat ik niet genoeg gedronken heb. Of mijn middagsnack op heb. Maar dat komt weer omdat ik heel druk bezig was. Omdat ik Burk de slaapkamer af wilde maken. Daar komt ook een video van. Ik heb heel dat proces wel gefilmd. Want ze wilde graag een LOL surprise kamer. Ik wist god niet hoe ik dat moest gaan doen. Maar ik denk dat ik eigenlijk in de buurt ben gekomen. Het is nu nog niet helemaal af. Want ik weet dat ze van mijn schoonvader en van mijn moeder... Ja, mijn oma. En voor de kinderfeestje krijgt ze een aantal dingen die ook bij die kamer passen. En dat is ook helemaal leuk. Dus ja, ben ik natuurlijk mee bezig geweest. Nu ga ik ze ophalen en dan is het naar de kapper. Let's go! De haartjes eens zien. Alie. De camera. Helemaal mooi kort. En jouw haartjes? Ook helemaal kort, hè? Helemaal. Kan je weer lekker tegen. Welkom bij deze donderdag. Hi. Oh, middag die achter me aanliep. Kindjes zijn nu nog even bezig met tandenpoetsen. Ik heb mezelf een soort van fatsoenlijk gemaakt. Ik heb dus nog geen foundation of zo op, alleen mascara eigenlijk. Maar goed, dat is omdat ik niet heel veel bijzonders ga doen. Ik ga de kinderen naar school brengen en dan ga ik naar de Groenrijk. Want ik heb de afgelopen periode wel iets hier en daar besteld. Voor de nieuwe pup, maar nog niet alles. Als het goed is, hebben jullie de Action Shop vlog al gezien. Denk ik. Waarschijnlijk. Probably. Bench hebben we weer teruggevraagd. Deze is ook van Boris geweest. Dus dat is fijn. We hebben al voerbakken. Ik heb een riempje. Ik heb eigenlijk twee soorten riemen. Omdat ik niet precies weet hoe snel ze groeit. En waar de bla. En ze waren bij de Action Shop te koop. Wat meer? Oh ja, vetdekentje heb ik gehaald. Ontwarming en vlooi en tekenspul. Dat had Boris sowieso ook nodig. Maar we moeten dus wel nog iets van trainingssnoepjes en botjes en speeltjes. Nee, speeltjes heb ik één eigenlijk. Ik wil gewoon eventjes die grote pot met trainingssnoepjes hebben. En een paar kluipen, ook voor Boris. En even kijken of ik een paar kom-dingen of zo kan vinden. Die een beetje stevig zijn. Deze pup is natuurlijk een stuk kleiner. Ik heb teruggekregen, we kregen Boris van bijna 9 of 10 weken. Dus die was echt wel groter dan wat deze pup gaat zijn. Dus misschien als hij echt een speeltje speelt. Het is echt wel goed te doen hoor. Als je gewoon een afspraak maakt en je mag een half uurtje winkelen. Geen enkel probleem. Maar. Het was eventjes. Het is gewoon weer veel. Maar ik heb meer of alleen maar spullen gehaald. Bij de Groenrijk. Ik zal het laten zien. Maar dat zal ik laten zien wat ik allemaal wel heb gehaald qua andere dingen. Ik heb namelijk een heleboel wafels gehaald.
Want we willen hier eenhoornstickers op plakken en dan dingetjes. Dat moet ik gaan verzinnen. Dus dan kan ze trakteren. Beste broodjes gelijk gehaald. Dit moet ik nog opruimen. En alles voor Pasen bij de Aldi. Dus het is gewoon heel veel. Maar jij bent ook blij, ja. Zal mama laten zien wat ze allemaal heeft gekocht voor jou en voor de puppy. Wil je dat? Ja. Kippapie. Ik heb het allemaal even neergelegd en ik heb een hele lieve pup. Ga zitten. Papi. Je krijgt zo wat van mij, oké? Pinky promise. Oké, ik heb voor Boris dus een heel erg lekker bot. Dried beef marrowbone. Ik kan dat helemaal uitrollen. Ik denk dat je dat vanmiddag krijgt, oké? Krijg je vanmiddag. Hij doet zichzelf helemaal tegen mijn been. Nou, geef het nou. Ik heb voor de puppy een knuffeltje. Want jij had ook een knuffeltje, maar dat heb jij kapot gemaakt. Maar misschien dat zij het wel leuk vinden om een knuffel te hebben. Ik heb... kleine botjes, ik heb kippenpootjes, die zijn vooral, deze die zou de puppy wel kunnen eten, maar de kippenpooten waarschijnlijk niet. Nu wachten we even mee. Ja, I know. Dus de kippenpoten, die kan zijn op de Boris en de oren, varkensoren ook. Helemaal fijn. Deze wordt voor allebei, het is zo'n bal, die wil ik al een tijdje voor Boris. Ik heb wel de small gekocht, dat is voor hem uitdagend en ik kan de puppy er voorlopig mee spelen. Moet even kijken. Die mag je zo ook al proberen, oké? Deze is ook voor de puppy. Dit is speciaal puppy speelgoed. Die kan je zo vasthouden. Ja, ik bijt hem waarschijnlijk in één keer kapot. Zo. Zo ja. Kijk nou. Oh, kijk nou. Oh, zo. Dat is de bedoeling. Dus. En eventjes handschoenen gekocht voor de tuin. Want Boris, die had vorige keer bijna in de handschoen. Had hij hem zo'n kort handschoen van gemaakt. En waarvoor ik eigenlijk ging. Namelijk om de hond vast te kunnen klikken. Een vast kliklijn voor in de auto, zo heet het. Ik heb gewoon de kleine gedaan, de small. Want die waren goedkoper. En ja, het is waarschijnlijk maar voor een paar keer. Met de dierenarts moet of zo. Boris heeft hem toen de tijd kapot gebeten. Die had ik toen van de Wish gekocht. Dat was een stuk goedkoper, maar goed. En je gebruikt echt maar een paar keer en dan wordt de hond te groot. Dan moet je toch in de kofferbak. Jij past amper in de kofferbak nog, kan je nagaan. Dus dat heb ik allemaal gekocht. Oh ja, en plus, ja, dat kan je niet echt zien, maar ik heb viooltjes gekocht en andere vaste plantjes. Die ik dan eventjes daar zo kan neerzetten. Focus. Bij de waterput. Dat ga ik vanmiddag doen, want het is nu wel weer mooi weer. Dus dat kan ik hiervoor gebruiken. Maar die heb ik buiten laten staan, anders zijn ze straks ook kapot. Wil jij iets? Wil jij een kippenpootje? Wil jij een kippenpootje of een oor? Die of die? Die? Welk die? Oké, die heb ik al vast gedaan. Die stinkt ook wel heel erg. Dan ben ik echt, je bent echt zo'n goede puppy. Jij kan zo goed zitten. Echt heel knap. Kijk of mama nu ook open kan krijgen. Dat is ook wat van. Oppassen voor je stoel. Okay. Mooi zit. Blijf. Pas als mama het zegt, hè. Zachtjes. Alsjeblieft. Ik ben aan het opruimen. Ik denk ineens, deze heb ik helemaal niet laten zien. Maar ik heb ook twee van die hele grote, die waren 10 euro per stuk. Allemaal kleine snoepjes. Ja? Niet aan de pen, dat is niet één pijn. Maar ik ging net dat allemaal proberen in dat kastje te krijgen. Toen kwam ik achter dat ik nog meer Denta sticks heb en ik heb nog veel meer bordjes. Ik dacht dat al jouw bordjes op waren. Maar ik was verkeerd. Dus nu ben je als een malle bij die doos aan het staan omdat je hoopt dat je dan wat krijgt. Ik probeer even alles op te ruimen. Of het past. Zo, progressie. We hebben net lekker gegeten. Ik had natuurlijk broodjes gehaald. Dus Pascal is alweer weg. Die moest kunstmest gaan strooien. En ik dacht, dan heb ik even tijd om aan Bructor tractatie te werken. Kijk nou. Want er komen dus stickers met oogjes en blosjes en een unicorn. Of noem je dat? Een eenhoornhoorn. En ik dacht, dan maak ik deze. Want de bedoeling was natuurlijk. Kan je dat zo zien? Dit was de bedoeling. Kijk. Maar die oortjes die verkopen ze dus niet los. Dus ik heb het zelf soort van gemaakt. Met mijn wafeltje erbij. Ik wil het hierop vastmaken. En dan die hoorn. Is 4,5 centimeter. Dus daar komt dan precies zo half tussen. Dus dat is leuk. En dan kunnen we dat versieren met van die
gemstone stickers. Maar ik wil natuurlijk niet meer dan 30 van deze dingen maken. Dus ik heb ze gewoon 2 gemaakt. Ik moet er eigenlijk alleen volgende keer even een blauw papiertje achterleggen. Want ik heb ze dus ingescand. Maar ja, wit op wit, dat ga je dus niet goed zien. Maar deze zie ik dus wel. Dus dan kan ik de volgende ronde. Doe ik ze even op blauw papier. En dan knip ik ze uit zo. En dan maak ik gewoon een paar van die vellen op die manier. En dan ga ik ze hierop vastmaken. Maar ik weet niet hoe. Ik denk dat ik een nietje moet gebruiken. Zo. Van achter naar hier. En dat ik dan de hoorn daar overheen plak. Zoiets. Super arbeidsleiding. Maar het is nu 6:10. We hebben dus al gegeten. Dus uiteindelijk kaas niet zo gewoon. Ik was vergeten de slaap niet eruit te halen. En ik heb het Logan binnengebracht. En ik ben gewoon aan het editen. In de auto. Ik vind het wel een uitvinding. Ik mag natuurlijk nu niet binnen zijn. Ja, en ik heb ook geen Brooke bij. Dus ja, ik kan gewoon even editen. Ik ga kijken of ik dat zaterdagochtend ook kan doen. Want dan moet Brooke zwemmen. Van 11 tot 12. En als ik dan natuurlijk even geen kinderen hoef mee te nemen. Dat zou wel fijn wezen. Dan kan ik aan de weekvlog beginnen alvast. Super chill. En ik heb nu al 1 minuut van mijn boodschapshoplog. Dus nou ja, helemaal super. En voor de rest heb ik niet zoveel als ik dit klaar heb. En ik ben... het is nog geen tijd om terug naar binnen te gaan, dan kan ik even YouTube kijken of zo. Maar goed, ik heb wel heel veel fotootjes en filmpjes gekregen van Brooke. Die heeft helemaal naar de sim. Ze hadden een Elsa uitgenodigd, dus dat was helemaal leuk. Dus ja, dat is de update. Ik ga lekker aan de slag. En zo was het alweer vrijdagmorgen. Nog net. Ja, het is 11 uur. En ik ben best wel druk geweest. Echt druk. Voor mijn gevoel. Ik heb de kinderen naar school gebracht en toen getankt, doorgereden naar de mevrouw die de verjaardagskist voor Brooke ging maken. Ik zal zo laten zien wat er allemaal is, want ik dacht echt, je krijgt een kistje mee van, nou, een beetje afmeting. Waar een paar spelletjes zitten en wat versiering en heb ik leuk. Het is veel meer als dat. Mijn auto zat propvol, want ik wil eigenlijk kwijt naar de boodschappen voor de boodschappen van morgen. Op geen bus net. Dus ik heb het gevoel dat ik helemaal niet aan het rijden ben geweest en dan zullen we mijn spullen. Maar ik zal even laten zien, omdat ik natuurlijk normaal gesproken een boodschappenshoplog film, ik ga het hier niet bijvoegen, want het is gewoon extra voor de verjaardag en een paar dingetjes. Dus I will show you wat wij ongeveer op een verjaardag aan rotzooi op tafel zetten. Ik zal hier beginnen. Ik heb voor nu even wat witte puntjes gehaald en knakworstjes van Brooke. Die vraagt al heel erg lang op vrijdagmiddag om knakworstjes en extra filet. Deze zag ik liggen, oh, het is lang geleden, dus een heel slecht verhaal. Maar toen ik 15, 16 was, werkte ik bij de Albert Heijn. En dan kocht ik dit gewoon en dan at ik dat zo en plukte gewoon helemaal op. Helemaal. Gewoon in een avondje. Want het is wel 600 calorieën of zo. Hier, 366 voor 100 gram en dit is hoeveel gram? 400. Nou, reken maar uit. De jongen kan je dat hebben. Ik heb een gedeelworstje gekocht. Dan, de birthday stuff. Brooke vroeg vanochtend, ik wil een chocoladetaart. Dus ja, dit is het enige chocoladetaart die ze hadden. En aangezien ik geen chocola mag en ik niet iedereen verplicht de chocola te eten, ik wil wat opties hebben. Dan heb ik kwarktaart gehaald. Dus even met alle spulletjes en met verse aardbeidjes en slagroom. Kan natuurlijk ook hierbij. Dus dat is het taartgedeelte. Voor snackjes heb ik zo'n charcuterie ga ik maken, heet het zo. Op deze plank ook. Dus ik heb brie en ik heb mosterdkaas, filet, wegjes. Nou ja, deze, dat was 3 voor 5. Deze hou ik waarschijnlijk apart, maar er kunnen wat pinda's op, wat zoutjes op. Ik heb gewone kaas, want dan hoef ik het niet te snijden. Serrano ham, truffelsalami, grillworst. Zo'n stinkkaasje. Geen idee hoe het heet, ja, le marquette. Geen idee, maar het is lekker. Ik vind het lekker. Leverworstje. Nog meer crackertjes. Gewone toastjes heb ik nog. Dus dan kunnen we dat ook een beetje opsnacken. Ik heb kaneelsuiker. Fijne kaneelsuiker. En melkopschuimer. Dit heb ik gekocht omdat ik weet dat mijn stiefvader, de man van mijn moeder, die doet het wel eens op zijn koffie. Dat vindt hij lekker. Dus ik denk, dan maak ik een goede beurt. Zowel mijn moeder als hij drinken melk in de koffie. Dus deze vorm. Voor mezelf ga ik zo uitleggen. Fantatje, cassis en sinaas. En een hele zak met paaseitjes. Want ik was van plan de dag na Brooke's verjaardag de paashaasversiering op te gaan zetten. Dus dat is eventjes wat ik vandaag heb gehad. Ik zal even uitleggen waarom ik martini heb gekocht. Wij drinken eigenlijk zelden, eigenlijk gewoon bijna nooit,
We hebben in het begin van onze relatie dronk ik inderdaad wel eens regelmatig een martinietje bij het avondeten of wat dan ook. En als wij volledig gaan samenwonen en fulltime werken, dan doe je dat niet meer. Maar de laatste tijd neem ik nog wel eens een Nicotje 43 of zo in het weekend. Gewoon omdat ik dan wat lekkerder slaap. En laat het nou zo zijn dat ik de afgelopen week, anderhalve week, echt ruk slaap. Als ik kom wel in slaap, dat gaat prima. Maar ik ben gewoon ongeveer 5:45 klaar wakker. En ik slaap niet voor 11:30. Dus het is echt wel kort. En het is een beetje het punt dat je... je bent overdag gewoon niet zo energiek. En je voelt je eigenlijk zo halverwege de dag een beetje inkakken. En dan tegen de avond heb je een opleving. En dan begint het weer van voren aan. Dus ik dacht, als ik nou eens gewoon vanavond lekker crystal clear met martini neem. Dat in slaap komen, dat komt wel goed. Maar meestal als ik wat drink, dan slaap ik ook gewoon heel diep. Dus dan slaap ik misschien net door die 5 uur heen. Dat biologische wekkertje heen. En dan, I don't know. Maar ik begin hem echt wel te voelen dat ik gewoon al een tijdje tussen de 5 en 6 uur per nacht slaap. Ik weet niet precies waardoor het komt. Ik vermoed dat ik gewoon te veel adrenaline aanmaak gedurende de dag. Of eigenlijk gewoon al te vroeg. Want het is best druk, zoals ik zei. Met de puppy die komt, Brooke die jarig is. Zwemles is opgestart, logopedie weer opgestart. Schuur wordt afgebroken. Het is gewoon een lade. Dus nou ja, ik ga het gewoon proberen. Waarom niet, dus gaat het niet. Oh, en ik ga ook weer 5 HTP nemen. Dat schijnt ook te helpen. Bismillah. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Het is Brooke de verjaardag. Ze is alweer 6 jaar. En dat kan ik heel vroeg vertellen. Ik geloof om 6:55 of zo. Ik lag echt nog wat diep in slaap. Dus mijn martini had geholpen. Ik ga lekker mijn laptop meenemen. Mijn hard drive. Mijn hele laptop is opgeladen. Ik neem ook mijn agenda mee. En even een stukje voor mijn haar. Want als ik aan het editen ben zo in de auto, is dat niet lekker. Want dat ga ik dan dus doen in de auto terwijl Brooke aan het zwemmen is. Ze heeft al de zwemkleren aan. Dus dat is makkelijk. Pascal die is bezig samen met een vriend in een schuur. Dus dat is enig. Dus de kinderen zijn een beetje vrij. Tenminste de andere drie. Maar die waren net in de starterband kijken of die van wat de boze verdieping naar beneden kon gooien. En dan zei ik, ja, misschien handelt de kroonluchter. Dus gaan we iets doen wat niet problemen gaat veroorzaken. Dus fingers crossed dat ze niet in de uur die tijd dat ik weg ben. En Pascal niet heel erg veel kan opletten het huis afbranden. We hebben het wel tegen Fleur gezegd, hou ze in de gaten en bel als er wat is. Maar ja, die zit nu natuurlijk lekker LOL te doen, dus dat ik niet door dus met een startup liep te kutten. Ik had niet verwacht dat een 11-jarige dat goed doet. Dus pray for us, fingers crossed, dat het allemaal goed gaat. Ik ga mijn tas inpakken en dan ga ik met de baby dus naar een zwemles. En dan kan daar the party getting started. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in old conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And
feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck, I kept on playing my part, wanted to give up cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. And I think to myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our time. And I know it so well, I will always be by your side. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. En toen was het alweer zondagmorgen. Het is natuurlijk zomertijd nu. Dus ik had er wel rekening mee gehouden toen ik gisteren super vroeg naar bed ging. Maar dat kan niet. Dus die ging er gewoon om. De klok zei 8 uur, maar dat is eigenlijk maar 7 uur. Zeker als je bent, natuurlijk gewoon dan ook een uur minder slaapt. Maar goed, ik lag dus gisteravond super vroeg in bed. We hebben lekker frietjes gegeten. En toen is mijn moeder met een man naar huis gegaan. En daarna hebben de kinderen gewassen en hebben ze een stukje Lego Masters gekeken. Dit keer niet helemaal, want ik vond het echt wel heel lang duren. En eigenlijk zodra de kinderen naar bed waren, rond 8:30, ben ik gaan douchen. Nee, niet meer. Ik heb nog een filmpje gekeken op YouTube. En Pascal die was zoets aan het kijken. En toen heb ik zo op een gegeven moment gaan douchen. En ik voel mezelf gewoon in slaap vallen. En toen ben ik gaan douchen en toen lag ik in bed om 10 uur. En toen heb ik nog geprobeerd een filmpje te kijken en dat ging gewoon niet. Ik viel goed in slaap. Ik heb Pascal ook niet meer horen binnenkomen. En ik heb hem dus alleen maar om 8:00 zomertijd eruit horen gaan. En ik ben er zelf rond 8:30, 9:15 of zo als ik beneden. Het is nu 9:30, klopt ze dan wel. Nee, het is 9:30. Dus de kinderen zijn nog niet beneden. En dat was natuurlijk niet heel erg, want dan kan ik hier heel goed een beetje puin ruimen. Zo komen mijn schoonouders en mijn schoonzusje. Die komen eventjes voor Brooke de verjaardag, eventjes gezellig. Dus ik wil eventjes mijn huis weer een beetje borden. En daarna heb ik het druk, want ik moet de tractatie nog afmaken. Ik heb beloofd dat Brooke de captatie dat ze gisteren van mijn moeder even tegen elkaar zet. En dan ga ik natuurlijk gelijk even qua make-up inrichten. Nu 6:10 en het was een hectisch dagje. We waren echt nog klaar met opruimen en schoonmaken toen mijn schoonouders kwamen. En aansluitend kwam mijn schoonzus. En die is mee blijven lunchen en eerder die wegging was het 2 uur, 3:30 of zo. Maar die had wel geholpen met de tractaties maken voor Brooke, dus dat is heel fijn. Die staan klaar. Dus het scheelde heel erg veel, want toen kon het aan Brooke de kaptafel te beginnen. En dat duurde ook wel eventjes. Ik heb echt last van mijn rug van voorover zitten. Ik had geprobeerd een mooie timelapse te maken, maar de meiden gingen echt recht voor de camera met een NFL spelen. Dus ik weet niet of hij het daar mee gekregen, maar het is gelukt. Hij staat in elkaar. Ik ga even
naar mijn risotto kijken. Dus helemaal fijn. Brooke is als goed in de kamer aan het opruimen. Maar Stephanie ons weer helpen schoonmaken. Loma zit lekker te chillen. Risotto staat bijna klaar. Ze zijn er gewoon. Gewoon lekker. Het enige wat ik nog even moet doen is de boodschappen bij bestellen. Dat kan ik vanavond nog op bed liggen. En dan ben ik volgens mij helemaal lijstje rond. Dat kan allemaal bedacht en doen. Dus het enige is dat ik nog niet meer buiten geweest. Ik moest zo nog wel even echt los uitlaten. Dan worden ze natuurlijk wel buiten, maar ik ben nog niet buiten geweest. Dus natuurlijk niet heel gezond. Het is nu bijna 11 uur en ik kreeg om iets voor 10 een berichtje van school. Dat Logan morgen in de school kan. Blijkbaar was er in groep 4 een kind positief getest is. En die vrijdag nog in de besmettelijke periode zat. Dus zal morgen gaat groep 4 in ieder geval niet naar school komen. En ze hoort dan, onze directrice hoort dan morgen verder van de GGD. Maar ze verwacht dat alle kinderen in quarantaine moeten tot en met woensdag moeten ze nog getest worden. En als ze dan positief zijn, moeten ze natuurlijk sowieso in quarantaine, isolatie. Maar als ze negatief zijn, dan mogen ze donderdag weer naar school. Dat verwacht ze, dat verhaal getest, dus daar gaan we niet van uit. Daardoor kwam de vraag van hun vader van, joh, moeten we hem wel laten testen? Want als ze hem niet laten testen, dan moet hij sowieso de hele week thuis blijven. Plus dat hij dan vanaf dinsdag weer naar school mag, volgende week. En het is maandag tweede paasdag. Dus hij mist dan in principe 1 of 2 dagen school. Door hem niet te laten testen. Dat is als hij woensdagavond al de uitslag krijgt. En je zou hem maar kunnen hebben dat hij pas donderdagochtend uitslag krijgt. Dan komt hij sowieso niet school. Dus gaat hij maar 1 dag naar school die week. I don't know. Dat is afhankelijk van wat de GGD zegt. We weten dat ze op school in clusters werken. Dus dat ze in kleine groepjes werken. Zodat de kans dat hij met een ander kindje in aanraking is geweest. Dan moet dat kindje in zijn clustertje zitten. Dus misschien dat de GGD daar nog wel naar gaat. I don't know. Het punt is dus wel dat morgen Logan niet naar school mag. Brooke wel. En dus Brooke die gaat natuurlijk tracteren. Logan die gaat met mij mee om Domma. En dan hoop ik maar dat dat goed genoeg komt bij Brooke. Dat ze niet te jaloers wordt en dat ze dan zegt, ik wil helemaal niet meer naar school. Dat het een heel drama wordt. I don't know. Fingers crossed. Let's hope and pray. Dus dat is drama. Maar goed, ze weten het dus niet omdat het pas om, nou, nog maar net bekend is. En ze slapen allebei, dus so much fun. We hebben morgen een super drukke dag. Ik heb ook gelijk mijn socials gebeld en die zou morgenavond oppassen. Van, hoe is jij erin? En zij is iets van, zolang hij geen klachten heeft. Weet je, het zit nu overal. Het is echt letterlijk overal om ons heen. Dus als hij geen klachten heeft, dan kom ik gewoon. Want weet je, je kan het wel niet tegenhouden. Dus, dat. Dus ik ga nu lekker mijn gezicht gaan maken. Lekker douchen. En naar bed. En dan zien we morgen wel weer verder. Maar dat is voor jullie een nieuwe week vlog. Dus ik hoop dat jullie deze video ondanks alles toch leuk vonden. Als dat was, vies wel een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Want vanaf morgen hebben we dus een puppy in huis. Plus dat mijn auto zo in quarantaine zit. En we heel veel afspraken hebben staan deze week. It's gonna be a challenge. It's gonna be a challenge. Leuke uitdaging. Vast wel. Dus ik blijf zeker rondhangen daarvoor. Bedankt voor het kijken. En wie weet tot in de volgende video. Doei.